Ze voeren over de wereld, zei je, de mannen van Hoorn. Met zeetjalken en fluitschepen gingen ze naar de hanzesteden van Noord-Europa. Hout en graan haalden ze in Zweden en de Baltische Staten. Zodra ze de straat van Gibraltar passeerden, werden ze straatvaarders genoemd. In de Levant kochten ze specerijen, luxe oliën en zijden stoffen. Het VOC had in Hoorn een eigen kamer. Dit kantoor stuurde Oost-Indië-vaarders naar Azië. In Malakka kochten ze specerijen en kostbare houtsoorten. Indische waren werden die genoemd. En dit was hun thuishaven.